Jezus, moet je kijken wat hij doet. Ondertussen, ojo, ojo. Moet je kijken, joh. What the fuck? Hallo medegamers, hartstikke leuk dat jullie kijken naar de allereerste aflevering van Expeditie Shazison. In deze serie gaan wij op avontuur, dat is wat een expeditie is. Monster Hunter kent vele verschillende fucking toffe werelden, landen, plekken, monsters en... In zo'n expeditie gaan wij gewoon het land in. We gaan op verkenningstocht en we zien wel wat we tegenkomen. In het begin van iedere aflevering stel ik wel een doel. Maar of we die gaan behalen, dat is maar de vraag. Daarvoor moet je de aflevering kijken. Ik weet het zelf ook nog niet. In deze aflevering gaan we naar die Ancient Forest, het oude woud. En we gaan op zoek naar een roze dinosaurierachtig beest. Super groot. En die heet de Anjanath. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Ik ga ook proberen in iedere aflevering een nieuw wapen te kiezen en daarover uit te leggen, te laten zien hoe je ermee speelt, de speciale moves uitleggen, want het zijn er per wapen nog best wel wat. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Als het zo is, like dan deze video en dan gaan we nu beginnen. Let's go! Oké, jongens, we gaan beginnen. We zijn geland in het Northeast Camp. Ik heb op dit moment twee kampen. Dit kamp is eigenlijk midden in het bos. Ik heb ook even gewisseld naar mijn Insect Glaive. Dat is het wapen waar ik het meest bekend mee ben. Dus dat is ook het wapen waar ik jullie het best over kan inlichten. Op deze expeditie zijn we dus op zoek naar de Anjanath, heet die. Ik ben hem al eens eerder tegengekomen... Maar bleek toen veel te sterk. Toen had ik ook nog geen armor. Ik heb nu de bone armor. Zoals je kan zien, het is volledig van botten gemaakt. Kijk, dat vind ik... Ik had het vroeger altijd over de Monster Hunter serie en hoe tof ik het vond. Nee, ik wil niet Fortnite spelen nu eigenlijk. Oké, ik had het wel eens eerder, volgens mij in mijn 3DS Monster Hunter Stories Let's Play nog. Had ik het er wel eens over wat ik zo tof vond aan Monster Hunter. Je hebt trouwens geen fall damage, dus je kan zo ver vallen als je wil. Maar dat ik het zo tof vond dat je zo goed kon zien waar je armor vandaan komt aan het armor dat je hebt. Ik bedoel, je ziet gewoon dat het een bot armor is. Het is niet van metaal of wat dan ook. En als ik nu een specifiek monster ga killen, dan kan je ook gewoon zien dat ik dat harness draag van dat monster. En dat vind ik nou juist zo tof. We gaan even op onze map kijken of we kunnen kijken naar aanwijzingen. Op dit moment hebben we nog niks. Er staat niks op mijn map. Maar het is de bedoeling... Dat je, om een monster op te sporen, moet je eigenlijk, letterlijk de voetsporen en andere sporen die hij achterlaat, zoals bepaalde krassen of zo, moet je zoeken in de wereld. En langzaam kom je er dan achter waar die is. Hoe meer sporen je vindt, hoe meer kans je hebt om hem tegen te komen. En op een gegeven moment, die scoutflies, die groene ding, kijk dit soort dingen bedoel ik. Het is ook echt van de Anjanath. Even kijken. Dit is Anjanath Mucus, dus dat is slijm. Hier liggen nog, Er ligt hier dang, dat is poep. Er ligt hier uitwerpselen van de Anjanath liggen hier. We zien daar een lizard kruipen. En blijkbaar zitten we op het goede spoor gelijk. Had ik niet per se verwacht, want we hadden ook andere monsters tegen kunnen komen. Terwijl ik vecht trouwens dadelijk, ga ik jullie uitleggen wat ik allemaal doe. Op dit moment vecht ik normaal. Het zijn hele zwakke monsters. Kijk, hij gaat waarschijnlijk daar al vluchten. Maar nu deed ik gewoon normale aanvallen met mijn Insect Glaive. Dit wapen zelf heet de Iron Blade, maar het wapentype is de Insect Glaive. Het heeft niet echt veel nut om al mijn speciale combo's hierop los te laten. Het heeft wel nut om deze dingen te slayen voor bepaalde armor of bepaalde wapens. Ik heb al één wapen gemaakt van hun eigenlijk, van hun huid en zo. Die zal ik misschien in de volgende Let's Play gaan behandelen. Dat is de Charge Blade. Komen hier nog meer sporen tegen. Dit was een footprint. Wat trouwens wel handig is om te doen altijd voordat je een monster tegenkomt. Is even je stamina wat omhoog doen door rations te eten. Rations eigenlijk, als ik het goed wil uitspreken. Nu zag je dat gele balkje, daar kreeg ik er twee van bij. En nu kan ik dus... Wacht. Hier zijn nog meer footprints. En dan kan je langer rennen, langer aanvallen. En in het geval van de insect glaive kan je langer in de lucht blijven. Dus dat is best wel belangrijk. Het is gewoon letterlijk een zaak van leven of dood. Klinkt wel dramatisch, maar het is wel zo. We zijn op de goede weg. We komen steeds meer sporen tegen, dus ik denk niet dat het lang gaat duren. En zoals ik al zei, heb ik dus al eerder tegen hem gevochten. Hier nog meer dang.
nog meer sporen. Maar ze sporen gingen die kant op. Dat gevecht had ik dus best wel hard verloren. Toen had ik ook nog geen armor en ik was ook nog niet zo, niet zo goed met dit wapen als dat ik nu ben. Plus ik heb meer items en weet ik veel wat. Dus ik hoop dat het goed gaat. Hier lijkt hij niet te zijn. Hij heeft wel weer een karkas achtergelaten. Dit is misschien van iets anders. Dit is van iets anders, jongens, dit ding. Er loopt hier nog een monster rond en ik weet niet wat voor monster het is. Je ziet ook die drie vraagtekens daar. Zo kom je er dus langzaam achter wat er dan hier allemaal rondloopt. We gaan verder op zoek. Dit zijn vriendelijke monsters. Volgens mij heten ze Aptonoth. Ik weet niet zeker. Ik weet eigenlijk niet of ik ooit hier geweest ben. Het zou best wel eens nieuw kunnen zijn. Oh, kut. Ah, nee, niet doen. Kijk, ik trapte daar tegen een Paratoad aan. Oh, hier is nog meer uitwerpselen. Als je daarin gaat staan, dan raak je gewoon letterlijk verlamd. Paralyzed. Kut. Doe ik het nog een keer. Ik wilde het niet dat doen. Dat is heel handig als je een monster erin kan luren. Maar voor jezelf is het niet zo handig. Uiteraard. Oké, we gaan naar beneden. Nog steeds geen idee waar die kan zijn. Volgens mij zie ik trouwens... volgens mij is die inmiddels op de map verschenen trouwens. Waarschijnlijk hebben we genoeg sporen getrekt. We zien hem op de map. Dan kan je hem ook trekken. Moet je gewoon op de rechter analoge stick klikken. Hier zie ik wat Bright Moss. Ga ik even oppakken. Ik vind monsters trouwens echt leuk. Ik merk ook van... ik speel het heel makkelijk heel veel. Terwijl ik dat eigenlijk niet heb met veel spellen. Ik vind... afgelopen tijd moet ik vaak moeite doen of zo om echt in een spel te komen. Dit spel sleurde me er gewoon in. Dit is een ander monster wat we hier zijn tegengekomen. Dat is de Great Jagras. Daar zijn we nu niet naar op zoek. Volgens mij word ik aangevallen door iets of iemand. Dat zijn die kleine monsters daar. Die gaan gauw genoeg weer weg. Ja, wat je daar ziet, dat zijn een soort van objectives die je kan halen. En dan krijg je dan extra dingen voor als ik ze complete. Maar hier is de Great Jagras, maar deze is super ver, joh. Waarom is deze zo ver? Heb ik hem niet getrekt? Ik wil hem nog steeds trekken. Hij is best wel ver van ons vandaan. Dat is daar ook nog die Great Jagras, die bevindt zich echt achter ons. Waarschijnlijk als ik me nu om zou draaien, dan gaan we hem gewoon ergens zien lopen. Kijk, daar loopt hij. Ik vind het zo tof, hè, want het heeft echt een ecosysteem, dit spel. Alle dieren hebben een eigen gedrag. Je kan gewoon zien wat hij gedaan heeft. Hij heeft net gegeten. Dat monster heb ik verslagen in de allereerste let's play die ik had, eigenlijk. Daar kom ik misschien later nog een keertje op. Hij is nu flink terug aan het gaan. Echt flink terug aan... Hij is helemaal hierheen. Wat is hij aan het doen? Kan hij vliegen of zo? We gaan snel erachteraan. Ik hoop niet dat ik dat andere monster nog tegenkom. Anders ga ik die misschien wel eventjes snel moeten verslaan. Hij is nu letterlijk boven ons of zo. Wat is dit? Ik hoor wel wat, maar hij is ook doorzichtig. Zo van dat we er niet bij kunnen. Dan gaan we snel achter hem aanlopen om te kijken of we ergens in de buurt kunnen landen of zo. Wow, oké, kom even hier aan. Dit is het stukje waar allemaal... Ja, er is een soort van speciaal... Een Elder Dragon-achtig geval is dat volgens mij. Hij heeft Zora nog een of andere rare naam. Oh, volgens mij komen we. Volgens mij is hij hier. Oh! Dit is helemaal niet het monster waarvan ik dacht dat we hem gingen zoeken. Ik denk ook echt niet... Dit monster heb ik nog nooit gezien. Fuck. Gaan we dit monster verslaan? Ik ga het proberen, jongens. Hij is niet eens op mij aan het aanvallen. Hij is dat monster aan het aanvallen. Holy fucking shit. Oké. Dit is dus dat monster waar ik nog naar op zoek was waarschijnlijk. Jezus, dit monster gaan we niet halen, jongens. Dat weet ik nu al. Ik ga wel heel erg mijn best doen. Ondertussen ga ik vertellen wat ik allemaal doe. Tenminste, voor zover dat gaat lukken dan. We moeten echt even uitkijken. Ik heb geen idee wat zijn gedrag is. Van die ander wist ik het nog een beetje. Oké, die hebben we net ontweken. Jongens, wat ik nu ga doen. Ik ga nu insecten op hem afschieten. Ik ga hem marken. Ik schiet nu op zijn hoofd. Zie je dat? Zag je dat? Is dat iets geels op zijn hoofd? Als ik het nu kan slaan. Oh, ik ben nu al bijna dood. Ik heb poison op me. Oh, ik word geheeld door mijn palico. Door dat katje wat bij me is. Ik krijg wat van mijn insect ook. Ik ga zo uitleggen wat het is. Jezus Christus. Ik ben hier zo niet veilig, hè. Ik moet een antidote nemen, want ik ben gepoisoned. Ik neem nu een potion, niet een antidote. Nu antidote gelijk erachteraan. Jezus, vuurs. Oh, yo. Oeh, net op tijd ontweken. We gaan ervoor, jongens. Oeh, oké. We gaan even mijn insect weer schieten.
Oh. Oké, we gaan erop af. Nog een keer. Oké. Wat ik nu aan het doen ben met de Instaglaive, daar staat hij het bekendst om. Ik raak de hele tijd poisoned. Ik heb echt poison resistance armor nodig of zo. Nee. Ik ga dood. Potion. Drink het. Drink de antidote. Oh joh, net op tijd. Poison is weg. Nu snel potion. Oh joh, ik ga dood. Wow joh. Kan ik niet. Rathalos, veel te fucking sterk monster. Dit is dus wat een expeditie is. Je weet niet wat je tegenkomt. Je hebt geen tijdslimiet. En het is gewoon zo van, ga maar en kijk maar waar je uitkomt. Nou, ik dacht dus dat dat de Anjanath was. En het was de Rathalos. Dat is een van de, ja, echt een van de stoerdere monsters in deze game. Als je hem sleet, kan je ook echt verwachten dat je een super zieke armor van hem krijgt. Al vind ik dat, dit is al best wel low armor. Low level armor en het ziet er gewoon echt al goed uit. Dit is weer van het monster wat we dus nog niet hebben ontdekt. Of misschien nu wel. Ik weet niet of dat zo werkt. Waarschijnlijk is het niet die Rathalos, though. Dus het is alsnog een ander monster. Dat is dus wat ik bedoel. Je hebt geen idee. Ik loop hier al een tijdje rond. Ik kom de hele tijd nieuwe dingen tegen. Ik ben hier ook nog nooit geweest. Maar goed. Ik raak hier best wel excited van. Zoals je misschien hebt gemerkt. We gaan op zoek naar de fucking Anjanath hier. Dan gaan we hem weer opzetten. We moeten die kant op. Het is echt super. Ik vind het spel zo ontzettend leuk. Hè. Ik maak geen grappen. Ik vind het zo leuk. En jongens, ik ben op stage sinds 2 dagen. Gisteren was mijn eerste dag. Oké, blijkbaar kunnen we zelfs een stukje zwemmen. Maar ik heb mijn eerste dag stage gehad. Ja, ik ben dus best wel moe. Maar alsnog, ik wilde dit gewoon graag doen. En zeg maar, normaal heb ik dan geen zin meer om te gamen. Maar bij dit spel, ik wil gewoon doorspelen. Ik wil gewoon doorspelen en doorspelen en doorspelen. Het houdt gewoon niet op. We moeten echt even gaan kijken. Hier zijn doodles weer. Kan niet dat het van die dinosaur komt. Het is een soort van kat ook weer. Volgens mij hebben we het monster nu ontdekt. Of nog niet? Ik heb geen idee. Ik ga proberen om uit te komen waar ik uit wil komen. Volgens mij moeten we ergens op. Ja, hier kunnen we erop. Oké, we moeten hier naar links. En Janeth. We zijn op het goede spoor. Nog meer footprints. Dit is een flashbug hier. Als ik daar tegenaan sla, dan oh, watermos. Dat heb ik nog geen één keer gezien. Wie weet is het een handig item dat ik nodig heb. Het was dat groene plantje daar. Ik vind het verzamelen en zo is ook zo leuk, hè. Want alles in de oudere Monster Hunters, daar had niet alles echt een hele goede eigen identiteit, zeg maar. Als je dan een mushroom oppakte, dan verschilden alle mushrooms, die verschilden niet zo van elkaar. Je had een blauwe mushroom, een parashroom. Je had echt 10.000 verschillende mushrooms, maar ze hadden allemaal maar één design. Hier kan je alles gewoon letterlijk aan het ding zelf herkennen. Dat is super tof. Want dan, ja, je voelt je gewoon langzaam deze wereld beter begrijpen en echt leren kennen. Dat is super tof gedaan. Oh, ik schrok heel even. Ik dacht even dat die er was. Dit zijn redelijk... Ja, dit zijn ook... Hoe noem je dat? Vriendelijke dieren, zeg maar. Het zijn geen dieren die je zomaar aanvallen. Die moet jij eerst aanvallen voordat ze jouw pijn willen doen. Maar ja, dat gaan ze alleen maar verdedigen. Het is alleen maar uit zelfverdediging. Nog meer doodles. Wat voor monster of zo is dat dan? Het leidt ons hierheen. Tof is dus dat alles kan gebeuren op zo'n expeditie. Je hebt het zelf gezien. Volgens mij is hij in de buurt. Ik zie hem niet. Waar de fuck is die? Kijk op de minimap. Ik moet er echt tegenaan lopen. Oeh, hij is hier. Oeh, fuck. Kan ik hier af? Ik moet erin. Oké, jongens. We gaan hem pakken. Ik heb hem nog nooit gezien hier. Oh, ik kan nog wat extra footprints meenemen. Daar spaar je ook... hij gaat slapen. Misschien moet ik hier gebruik van maken om het mezelf ietsje makkelijker te maken. Ik leg hier een trap neer. En normaal vang je hier monsters mee, maar het trapt ook mensen. En ik ben helemaal niet van plan om hem te gaan trappen. Kan wel. Maar ik ga hem gewoon hierin luren, zodat ik hem heel snel kan slaan. Dat is gewoon mijn plan nu. Ik gebruik even een whetstone ook. Ik zet mijn mega potions alvast klaar. Oh nee, wacht. Ik doe hier mijn rations nog. Kan 2 keer erbij. Dat is mijn stamina is weer helemaal vol. Oké, dan ga ik op een mega potion staan. Want die ga ik waarschijnlijk wel nodig hebben. En dan ga ik op zijn hoofd slaan. Zo gaan we dat doen. Oké, dan gaan we, jongens. Hij is gewoon aan het slapen hier. Oké, dan gaan we. Ik ben er klaar voor. Je kan ook lokken hier. Ik zet hem op zijn hoofd. En dan gaan we.
Hij is gelijk wakker, is niet zo raar. Wow, ik schrok even, ik schrok even. Ze hebben ook allemaal hun eigen growls en zo. Ik ga hierheen lopen. Hij gaat gelijk in, hij gaat gelijk in. Oeh, ik moet even uitkijken. Even goed gebruik van maken. Hij is er nu al uit. Ja, hij is natuurlijk helemaal niet verzwakt. Ik weet niet hoeveel ik hier nou echt aan heb gehad. Om eerlijk te zijn. Gaat hij nou weg? Waarschijnlijk gaat hij zoeken naar meer ruimte. Oké, we gaan achter hem aan, jongens. Ik ga ook even schieten. Dan stuur ik mijn insect er alvast op af. Zie je? En dan komt hij terug met buffs dadelijk. Moet je opletten. Oeh, kak. Oké, hij wil hier wel tegen me vechten. Oké, ik ga hem van boven belagen. Met de Insect Glaive heb je dus eigenlijk... Dit is je main... Ja, het handigste van dit wapen is dat je kan vliegen, basically. Hij doet het alleen niet, even. Oh, mijn stamina is op. Daar moet je wel echt op letten. Fuck. Ik wil wat health, ik wil wat health. Heeft hij nou wel of niet vleugels? Volgens mij wel, hè? Oké, we gaan weer. Oké, met X doe je evaden, dat is ontwijken. Maar je kan het dus ook gebruiken om gewoon een stukje verder te gaan. Daarna kan je met rondje kan je hem aanvallen. Dit is rondje wat ik nu doe. Dit is X, dit is rondje. En iedere keer dat je hem raakt, dan kan je terug, zeg maar. Maar dan moet je wel, je stamina moet wel vol zijn, anders dan lukt het niet. Wat je ook kan doen is insecten schieten. Dat doe je dus zo. En als ze dan terugkomen, komen ze terug met een buff. En het maakt uit waar je op slaat. Ah, ik ben dood. Ik ben fucking dood. Jezus. Het is echt een moeilijk spel. Ik zweer het je. Ik ga het nog één keer proberen. En als het niet lukt, dan gaan we in een andere expeditie, denk ik. Gaan we het nog een keer proberen. Jezus, het is echt niet makkelijk. Ik ga even kijken of er ook wat in de itemboxes zit. Want dat kan ook nog wel eens helpen. Supply box zit helemaal niks in. Dat is een beetje jammer. Wat ik ook kan doen is een SOS sturen. Misschien dat ik dat wel even ga doen. Ik weet niet of dat werkt zo. Ik kan het wel doen inderdaad. Wat je daarmee doet. Oh cool. Dit is de eerste keer dat ik het doe ook. En een SOS. Ja, dat is dus wat je stuurt als je in nood bent. Dat is wat ik gedaan heb. Nu kan een andere hunter. Gewoon iemand. Random iemand. Een vriend zou het ook kunnen zijn. Ja, die komt mij dan helpen. Het monster is daar, is niet zo ver weg. Ja, nu hoop ik dus dat ik gewoon geholpen ga worden door een random persoon van het internet die me gaat helpen. Nu moeten we weer even stamina zo erbij eten. En dan gaan we het gewoon nog een keer proberen en dan hoop ik dat die persoon er ook aankomt. Ik weet niet wat dat is. Het ziet er niet zo heel erg fijn uit. Ik zie een soort van piranha krokodil of zo erin. Oké, dat werkte niet. Hij kon hem niet. Hij moest eerst even het water raken voordat ik erin pleurde. Oké, ik ga zo verder met uitleggen van Insect Glaive. Ik denk dat we gelijk gaan beginnen met vechten. Ik weet niet of hij hem al ruikt of zo, maar het ziet er niet heel goed voor me uit. We gaan gewoon gelijk beginnen. Ojo, door die growl van hem werd ik eruit gehaald. Oeh, gaat hij weg gelijk? No! Hij gaat gewoon weg. Heb je hem niet gezien of zo? Oké. Hij gaat gewoon weg. Ik weet niet of hij weggaat voor mij per se, maar hij is gewoon aan het reizen, letterlijk. What the fuck? Dit vind ik dus zo tof. Je weet gewoon niet zo goed wat er gaat gebeuren. We zien hem hier lopen. Jezus, kunnen wij daar ook komen? Of is het alleen maar voor dinosauriërs van 8 meter hoog? We kunnen in ieder geval met hem meelopen. Kijken wat er gebeurt. Oké, daar is hij. Hij komt weer op de grond. Denk ik, toch? Of is hij naar beneden gesprongen? Nog verder naar beneden. Hij loopt zo snel, hè? Oké, hij is hier. Dit is het gebied waar ik hem het vaakst ben tegengekomen ook. We gaan gewoon proberen hem wederom aan te vallen. Ik ga hem op zijn hoofd schieten. Oh, kut. Oké. Kijk, nu komt dadelijk... Die insect komt dadelijk terug. En daar krijg ik dan een boost van. Die is nu teruggekomen. Oh, kijk, we zitten op hem. Dat is... Wat je met bijna ieder wapen wel kan doen, maar een Insect Glaive. Nu moet je even bracen, R2 vasthouden, anders word je eraf gehaald. En nu moet je snel doorgaan, met op driehoekje, druk. Oh, weer R2. Ik ga het niet halen qua stamina, ik ga het niet halen. Stamina blijft eraf gaan. Misschien, ja, ik kan hem neerhalen.
Oké, dit is het moment waarop je helemaal los kan gaan. Ook, stel je bent in een party. Dan kunnen mensen dus zeg maar nu ook vol neerhalen. En de Instaglaive die is daar dus een heel goed, heel geschikt wapen voor om dat te doen. Ieder wapen heeft zo zijn eigen specialiteiten. En die van de Instaglaive is om het, is het mounten. Dus het opspringen van de monsters. En dus het monster neerhalen voor het team. Het is niet het sterkste wapen. Dus in je eentje kan het aardig moeilijk zijn om te slagen met de Instaglaive. Het is gewoon een aardig moeilijk wapen. Maar daarom wel leuk, vind ik. Even zijn vuur ontwijken. We zitten eronder, gelukkig. We moeten gewoon goed ontwijken. Oh, dat andere monster. Nee, fuck. Nu gaan ze gewoon tegen elkaar vechten. Moet je gewoon even laten gebeuren. Want het is gewoon goede extra gratis gratis schade dit. Jezus, moet je kijken wat hij doet. Ondertussen, ojo, ojo. Moet je kijken, joh. What the fuck? Oké. Fucking heftig dit, jongens. Oh, je zou die Jagras zou je nu ook gewoon kunnen afmaken waarschijnlijk, hè? Oeh, ik mis hem. Moeten we uitkijken dat het andere monster niet aanvalt. We komen hem nog net. Redden we het? Ja, ze staart. Mijn stamina is op. Moet even opletten, anders ga ik weer dood. Potion. Snel. Oké. Oh, wow, bijna. Kom op dan. Ik raak zijn staart net, hij vliegt weer weg. Dat is op zich een goed teken altijd. Dat betekent dat ze veel schade hebben opgelopen. Dan moet je achter ze aanrennen. Dus dat is wat we nu gaan doen. Even opletten dat ik items meepik. Moet je gewoon een beetje rondje inhouden of rondje spammen zo. Wat extra footprints en punten en zo. Oké, daar is hij weer. Gaan we weer. Is een beetje agressiever geworden, heb ik het idee. Wow, ja, zeker wel agressiever geworden. Oké, gaan we weer. Hij is een beetje moe of zo. Ik probeer weer op zijn hoofd te komen, maar het is moeilijk. Ik ga even op zijn hoofd slaan. Oké, gaan we weer. Oeh, ik mis hem. Even opletten dat ik goed sla. Wat is dat ding, jongen? Hij haalt die kam gewoon echt daarop. Oké, we zitten op hem. Ik weet niet of ik genoeg stamina heb om dit te halen. Hij is moe of zo. Hij is echt vertraagd. Als we hem nu neer kunnen halen. Even R2. Ik doe nu driehoekje om hem in hem te blijven steken totdat hij neergaat. Ja, kom op. Voordat hij begint met schudden of zo. Ja, hij is neer. Oké, kunnen we weer op zijn hoofd gaan rammen. Oké, lekker. Kom op dan. Oeh, ik heb hem één keer goed geraakt met een critical hit daar. Gaan we weer. Die was echt recht op zijn hoofd. Volgens mij is de bovenkant is alles oranje. Dus dat betekent waarschijnlijk dat het... kijk, nu is mijn stamina op. Daar is de stamina zo belangrijk voor. Je moet eigenlijk X ook niet gebruiken. Als je denkt dat je het niet nodig hebt. Want nu doe ik de hele tijd rondje. En doe ik de hele tijd aanvallen. Dat is soms handig. Hij gaat weer weg, denk ik. Nog niet. Oeh, nee. Ik kan niet nu doodgaan. No. Daar komt wat leven aan, volgens mij, of niet? Kom op. Oké, ik heb mijn leven weer. Oh ja, ik moet niet vergeten die buffs te fixen, want dat is echt belangrijk. Zo. Mijn bug gaat zo terugkomen. Ik kan hem ook zelf terugroepen. Had ik niet in de lucht moeten doen, want dat kan dan weer niet. Moet je wel voor op de grond zijn. Oeh, shit. Nee. Oké. Er stond dat de monsters weggingen. Ik moet even potion, jongens. Dat ene hagedismonster gaat weg en dat draakmonster gaat zo weg. Dat is wat ze doen soms. Dat wil je echt niet hebben mid-fight, zeg maar. Oké, hij gaat weg. Ik weet niet of dat een goed teken is of niet. We gaan erachteraan in ieder geval. Even health terug.
We gaan even mijn wapen weer fixen, want dat is ook belangrijk. Je ziet daar linksboven dat de meter bijna leeg is. Hij is nu weer vol. Je wapen gaat minder schade doen als dat balkje leeg is. En het kan nog steeds minder. We moeten eigenlijk zorgen dat hij even in een paratoad loopt. Oké, we schieten in zijn been of zo was het. Oeh, oké. Hij mag wel weer terug. Oké. Ik heb nu 2 boosts. Je ziet dat linksonder. Linksboven bedoel ik, sorry. Wow, kom op, raak hem, juist. Oeh, ik word geraakt. Je zag heel veel mijn onderbroek. Oeh, shit. Maar je ziet dus die boost daar. Je ziet die boost daar onder dat wapentje. Dan zie je een 2 en een 3. Die zijn nu vol. En dat betekent, de witte betekent de snelheidsboost. En dat oranje. Ik weet niet meer wat die betekent eigenlijk. Maar die eerste betekent een attack boost. En je wordt extra sterk als je alle 3 die dingen vol hebt. Dus je moet altijd proberen dat te doen eigenlijk. Met de insect glaive. Dat ze alle 3 vol zijn. Hoe krijg je die vol? Als het goed is. Ik probeer hem even te raken. Het lukt gewoon niet, joh. Oké, we hebben hem. Ja, je hebt zoveel mobiliteit, hè. Als met dit wapen. Dat is wel super ziek. Oeh, we zijn even hard geraakt. Oh, nee. Wat? Oh, shit. Ik zit vast. Oh, yo. Volgens mij kan je zo hard opgegeten worden door dat. Oké. We zijn er levend uitgekomen, somehow. Oké, die redden we dan weer niet. Oeh, in zijn hoofd doe je ook echt het meest schade. Dus probeer hem daar te raken. Ik moet heel erg uitkijken. Heel erg fucking uitkijken. Ik krijg nu ook wat health van mijn monster daar, kijk. Denk ik. Nee, niet. Oh, shit. In zijn staart. We gaan op hem proberen, lukt niet. Dat doe je met driehoekje trouwens. Hij gaat er wel weer vandoor, denk ik. Ja, oké, we gaan weer. Alle 3 mijn bonussen bedoel ik, die zijn er niet. Je moet wel echt zorgen dat je die altijd hebt, maar ik vergeet het zelf ook de hele tijd. Dus zorg... Oh ja, dat was ik aan het zeggen. Je vult die bonussen dus door op verschillende lichaamsdelen van het monster te schieten. Op het hoofd is 1, als het goed is. In het midden, we gaan zo schieten. Oh, dit is met het verkeerde ding. Dit is heel erg met het verkeerde ding. Ik had mijn wapen niet getrokken. Oeh. We gaan op het midden schieten. We gaan kijken wat we daarvan krijgen. Hij komt zo terug. We krijgen de witte boost. Want mijn insect is nu wit. Dat kan je ook zien gewoon. Ik moet even uitkijken. Oeh, nee, ik ga dood. Ojo, net op tijd. Oh, net op tijd. Ik heb het niet eens zelf gedaan. Ik kreeg een boost van mijn palico. Je ziet ook die... Juist. Lekker veel damage zo. Oké, ik snap hem nu. Je moet hem gewoon... Kijk dan, dat had ik nog niet echt door. Dit is gewoon mijn normale aanval die ik de hele tijd doe. Maar die kan veel meer schade aanrichten dan ik dacht in het begin. Die paarse insecten in de lucht die zijn van mij. Als ik die raak, ontploffen ze. Dat is natuurlijk handig als je dat doet op het monster. Die komen daar door te schieten daar. Zie je, ze zitten nu op zijn hoofd. We gaan proberen of we zijn hoofd kunnen raken. Misschien niet zo slim als hij net vuur schiet. Oh, shit. Oh, yo. Fucking hell, jongen. Ik was helemaal vol. Ik was helemaal fucking vol. Wow, yo. Ik was helemaal fucking vol. En ik ben gewoon afgemaakt. Ik ben gewoon afgemaakt in 1 vuuraanval. Dus daardoor kan je echt niet geraakt worden. Het zag er ook wel echt uit alsof hij het op aan het laden was. Jezus Christus, jongen. Niet normaal. Zoals je ziet, Monster Hunter is abso-fucking-lute niet een makkelijk spel. Echt absoluut niet. We worden nu wel aangevallen. Waarschijnlijk omdat we te lang daar stil bleven staan. Jezus, hier even wat honing. Ik ga hem gewoon alsnog proberen te verslaan. Want dit is echt... Ik had hem gewoon bijna. Misschien is hij nog best wel... Het kan dat hij nog best wel beschadigd is. Dus ja, we gaan het gewoon proberen, joh.
Oké, we komen weer in de buurt. Ik hoop dat hij nog steeds verzwakt is. Ik ga misschien even een trap neerzetten. Trap! 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 Waar de fuck is mijn trap? Ik heb sowieso nog een trap, toch? Fucking shit! Fuck! Ik ga hier mijn capture net doen. Capture net. Fire capture net. Maar dat helpt niet, denk ik. Dat helpt niet zo. Hij komt niet achter me aan. Nou, fuck dit. Fuck dit. Ik heb wel echt stamina nodig. Ik had eigenlijk niet nu moeten doen. Ik kan hier nog even snel wat pakken. Nee, niet. Ik doe ook veel te gevaarlijk, joh. Fuck. Oh, hij raakt me iedere keer fucking gierig. Oké, we gaan op hem schieten. Oh. Oh. Zo, wat is dit? Wat is dit? Oh, hij is weggegaan. Oh, en Jennifer has left the locale. Dit is waar ik het over had net. Hij is gewoon serieus weggegaan. Hij is gewoon serieus weggegaan. Zonder waarschuwing. Zonder fucking waarschuwing. Jongens, ik heb echt mijn best gedaan. Jullie hebben het kunnen zien. In deze expeditie is het niet gelukt. Ondertussen ga ik door mijn verslaving van mushrooms. Mushrooms verslaving hint. Het is me gewoon niet gelukt. Ik weet niet hoe lang. Ik heb hem 3 kwartier of zo. Dit is wel wat er kan gebeuren, hè. Ik heb nu gewoon niks. Ik heb geen resources van dat monster. Als ik hem gesleed had, dan had ik hem kunnen carven. En dan had ik dus dingen van hem kunnen gebruiken. Waardoor ik dan bijvoorbeeld een cool nieuw wapen kan maken. Maar het is gewoon niet gelukt. Deze expeditie is niet gelukt. Ik zou het ook niet echt mislukt kunnen noemen. Want ik heb geleerd. Want kijk, dat is dus Monster Hunter. Dat vind ik het hele toffe eraan. Het is oprecht moeilijk. Je hebt niet levels zelf als character. In de zin van, je hebt niet level 10 en dan level 20 en dan word je sterker gewoon omdat je geleveld bent. Nee, je wordt beter qua skill. Je weet beter hoe je het monster aan moet vallen. Je weet waar die naartoe gaat. Wanneer je moet ontwijken en al dat soort dingen. Dus je wordt letterlijk een betere jager. En daardoor wordt het makkelijker voor jou om het monster te verslaan. Maar niet omdat jij beter wordt. Maar niet omdat je levelt. En dat vind ik fucking nice in dit spel. Anyhow, we gaan dit zeker nog een keer proberen in een volgende expeditie. Niet per se de volgende. Misschien dat we eerst even op jacht gaan naar een ander monster in wellicht een ander gebied. En wat ook zo is, is van, oké, ja, ik heb het monster inderdaad niet verslagen. Dus ik heb niet zoveel resources als ik had kunnen hebben. Een social hunter is een smart hunter. Remember to exchange guild cards with your peers. Er is nu dus een guy bij mij gejoined opeens. Dit is gewoon wat er gebeurt. Fucking grappig. Maar ja, ik ga hem dus zo opzoeken. Misschien dat we samen wel even een monster neer gaan halen. Misschien dat ik gewoon even op opnemen druk om te kijken wat er gebeurt. Misschien is het wel leuk. Maar wat ik wilde zeggen is van, dat ik wel heel veel plezier heb gehad van deze encounters. Dus zeg maar, mijn spelplezier van Monster Hunter is heel erg hoog. Ook al lukt het niet. Het is gewoon leuk om tegen deze monsters te vechten. En om te kijken wat je tegenkomt. Om te kijken wat je leert. Want je weet het gewoon niet. Kijk, ik heb alsnog dingen gecomplete. Ik heb een soort van questje gecomplete. Ik heb alsnog nieuwe resources erbij. Waar ik ook nieuwe dingen mee kan maken. Dus ook als je op expeditie gaat en het lukt niet. Dan heb je altijd wel iets leuks of zo wat je dan wel hebt gevonden. En dat is het hele leuke aan Monster Hunter. Als jullie deze aflevering leuk vonden, laat het me dan zeker weten in deze Let's Play. Dat is heel belangrijk voor mij, want ik hoop dat jullie deze aflevering leuk vinden. Want dan ga ik er ook echt veel meer maken, want ik vind het echt super leuk om te doen. Anyhow, like deze video. Subscribe voor meer Monster Hunter Let's Plays als je dat nog niet al hebt gedaan. En dan zie ik jullie heel graag de volgende video weer terug.